Hoe is dit uh, inlopershuis tot stand gekomen? Um, er is uh, anderhalf jaar geleden onderzoek gedaan binnen uh, Almelo en omstreken uh, door uh, de initiatiefgroep voor het inloophuis. Zeg maar. en zij hebben onderzoek gedaan naar de behoefte uh, naar een inlopershuis uh, voor Almelo en omstreken. Um, daaruit is gebleken dat die behoefte toch behoorlijk groot was. En vervolgens hebben zij gekeken naar een bestuur, hebben zij gezocht naar een bestuur. En dat bestuur is inmiddels opgericht. Dat bestuur bestaat uit Irene ten Zeldam, Nel Nienhuis en Harold Schreur. En zij zijn verder gegaan met uitbouwen en hebben mij vervolgens aangesteld als coördinator. En wij zijn als team bezig gegaan met de opbouw. Irene ten Zeldam, hoe ben jij hier zo bij betrokken geraakt? Ik heb ja gezegd omdat ik. Um, echt veel affiniteit heb zeg maar, met uh, de gasten die hier uh, hopelijk uh, echt uh, gaan komen. Uh, maar ook heel veel affiniteit heb met de vrijwilligers die uh, ja, dit uh, prachtige inloophuis uh, draaiende gaan maken. Ja, want wat houdt dit inloophuis in? Wie, voor wie is het bedoeld? Voor uh, gasten um, die te maken hebben met kanker. zijn, ex, zijn kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten, maar ook hun naasten, zeker ook hun naasten. En je moet ook denken aan uh, gasten die uh, te maken hebben met een ernstige aandoening, met weinig perspectief op genezing. Ook die zijn hier welkom. Juist, en uh, welke dagen zijn jullie geopend? Uh, wij zijn uh, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 uur morgens tot 4 uur middags. En hoe hebben jullie dit uh, initiatief gestalte kunnen geven? Toen uh, de initiatiefgroep het uh, uh, kenbaar maakte dat ze graag een inloophuis wilden. Uh, dat is inloop met de ene op. En uh, vervolgens is het initiatief omarmd. Uh, nou, ik zou bijna willen zeggen: in het hart gesloten van de Almolopers. Vandaar dat het ook geen inloophuis is, maar inlopershuis met dubbel -o. Uh, o. Omdat dat toch, uh, zij hebben gezorgd voor ontzettend veel geld uh, door uh, enerzijds uh, mee te doen met Europa Run... door ongelooflijk veel te investeren in Almelo als doorkomststad. Dat levert elk jaar uh, echt tienduizenden euro's op... En um, heel veel aanvragen die wij gedaan hebben um, zijn daarin gehonoreerd, dus zonder de allemaal lopers was het echt niet zo gelukt. Aanstaande woensdag wordt het officieel geopend en vanaf dat moment is het ook uh, dagelijks geopend. Ja, aanstaande woensdag is van vier tot zes uur de officiële opening eh, door de lokale burgemeester en eh, ook de eh, raad van bestuur van ZGT zal een praatje doen. En dan is het vanaf donderdagochtend tien uur zijn wij officieel open. Ik hoop dat het een uh, geweldig uh, gevolg krijgt en dat heel veel mensen hier uh, veel uh, genoegdoening zullen vinden. En nou, dat hoop ik ook zeker en daar gaan we alles uh, voor doen om dat te laten gebeuren. Nou, wat ook mooi is, 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Wij hopen echt een duurzaam inlopershuis te hebben. Maar om dat duurzaam te laten blijven, zijn we ook nog steeds op zoek naar zowel vrijwilligers als sponsoren. Elke gift is welkom. Dank je wel.